Ik heb net koffie gemorst. Echt irritant. Ik kan ook normaal nooit iets doen. Ik leef vandaag op. Even kijken. Welke dag is het? Het is volgens mij dinsdag. Ja, het is dinsdag. Mensen vragen me wel eens uit welke stad kom je eigenlijk? Aangezien ik alleen maar aan het verhuizen ben in mijn leven. Maar Apeldoorn. Ik ben hier opgegroeid. En nadat ik getrouwd ben, ben ik verhuisd naar Deventer. Want Mustafa komt uit Deventer. Ik heb zometeen een afspraak bij Witzand. En ik neem gezellig de kids mee. En Veer gaat ook gezellig mee, want ze is vandaag een dagje vrij. Vandaag ga ik definitief een keus maken voor de steen. Voor de buitenkant van het huis. We hadden al eigenlijk eentje uitgekozen, maar die willen we niet meer. En die vinden we achteraf te donker. Want we hebben een woning gezien die met precies dezelfde kleur is gebouwd. En dat vinden we echt veel te donker. Dus ja, ik ga vandaag even een change maken. Nou, we zijn bij Witzand aangekomen. We zijn keuzes aan het maken. Hé, jongens. Zoveel keus. En dat maakt het alleen maar moeilijker en moeilijker. Gelukkig mogen we vanuit de gemeente maar tussen 3 kleuren kiezen. Of een combinatie daarvan. Dus daardoor is de keuze ook wat makkelijker. Ik vind deze ook heel mooi. Dit vind ik echt heel mooi qua kleur. Voor aan de buitenkant in combinatie met hout. Alleen deze is pas vanaf juli op voorraad. Dus ik weet niet of we nog tijd hebben om tot juli te wachten. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. Dit is ook een kleur die wij vorige keer heel mooi vonden. Een beetje dat grijs. Met dat grijs erin. Onze aannemer en Mustafa vinden deze helemaal geweldig. Maar ik heb foto's gezien van woningen. En daar vind ik hem dus weer niet mooi. En Moes ook niet. Dus die vrouw, zeg maar, die hier werkt. Ze gaat nu op zoek naar andere adressen. Waarmee, ja, waar huizen staan. Die gebouwd zijn met deze steen. En kijken of we het wel mooi vinden. Dus uit doen, het is echt lastig. Moeilijk, hè, Ver? Lastig. Ja, we kunnen jou helpen. Jongens, we zijn nu aangekomen in Enschede. Ver is nooit in Enschede geweest. Prachtig. Dus jij ook niet. Het is veel te ver van mijn huis. Jij bent ook nooit in Enschede geweest. Ik wel. Ja, met wie dan? Als we naar een feestje waren, toen was ik toch in Enschede. Was dat in Enschede? Ja. Oh. Ik ben een paar keer in Enschede geweest. Oh, oké. En ik ook. Nou, in ieder geval, wij zijn in Enschede. We gaan even een beetje de stad verkennen. En hopen dat we een plekje vinden om sushi te eten ergens. Want ik was vergeten dat het Valentijnsdag is. Dus we willen hier bij Blue Sakura eten. Kijken of dat lukt. En anders gaan we in Apeldoorn. Ja, het is Valentijnsdag vandaag. Hebben jullie vriendinnetjes al een cadeautje gestuurd? Zo'n jassen. Yeah. Heb jij mijn jas aan? Ja. Dat mag ik mijn jas terug? Mag jouw jas niet. Hi guys, een hele goede morgen. Ik ben een dag verder. De kids die zijn naar Monkey Town. We hebben vanochtend super leuk gezellig ontbeten. Ik ben nu onderweg naar Amersfoort. Want daar heb ik een meeting met Sophia en een paar andere mensen. Want we gaan vandaag marketingplannen maken. En dat soort dingen voor de lancering van de haircare. En de conditioner. En ja, zo ziet mijn dag eruit. En vanavond ga ik misschien nog naar mijn schoonouders. Nou, eindelijk ga ik deze koffer legen. Ik had dozen aangeschaft voor de PR-pakketten. Voor de haircare en de shampoo die we gaan lanceren. Finally. Eindelijk zijn we echt puntjes op de i aan het zetten. Maar ja. Dit ligt al 3 dagen in mijn auto. En ik kan gewoon niet. Gisteren waren bijvoorbeeld in Enschede. En ik kon gewoon niet spullen in mijn kofferbak doen. Zoals dit bijvoorbeeld. Kijk hoe schattig mijn minibrush hier ligt. Ik ben zo trots op dit product, jongens. Trouwens, die logo vervaagt snel. Vooral met vettige handen. Maar dat is normaal. Dat komt heel vaak voor. En voor de rest, hij is zo fijn. We krijgen zoveel
ja, berichten met ik ben zo blij met mijn aanschaf. Of ik kan er niet meer zonder. Ik krijg zelfs berichten met dat er kinderen zijn die erom vechten thuis. Die zeggen nee, het is mijn borstel en ga zo maar door. En ik ben helemaal verslaafd de laatste tijd aan deze Natural Lip Protector. This moves met Makker op Phonix. Er komen ontzettend veel mooie berichten nog steeds binnen in de Phonix. Ik heb onder andere Roche. Good morning guys. Vandaag is het donderdag. Vandaag heb ik twee afspraken staan. Ik ga nu als eerste naar Rotterdam. Omdat ik vandaag een bezichtiging heb bij een bedrijfspand. Een andere bedrijfspand. Want zoals ik heb aangegeven, we zijn op zoek naar een nieuwe bedrijfspand. Dat is zo moeilijk om in Rotterdam wat te vinden. En daarna ga ik naar Utrecht, Number One Laserkliniek, om te lezen. Eindelijk weer een keer. Ik neem jullie gezellig mee. Nou guys, we zijn aangekomen. Tenminste, ik ben aangekomen in Rotterdam. En hij is een fisk. En we gaan hier ergens, ik wil niet precies laten zien waar, gaan we dus naar een bedrijfspand kijken. In Rotterdam. En kijk, als we dan de vracht krijgen, dan kan die vrachtwagen zo via daar hier naartoe. Maar let's go. Wij zijn dus gaan kijken in Rotterdam. Samen met Sofia, ik had haar van school opgehaald. Ik ben echt letterlijk iets van 20 minuten of zo in Rotterdam geweest. Oké, okay, half uur misschien. Nu ben ik weer in Utrecht, want ik heb al, even kijken, ik weet niet precies. Volgens mij heb ik 6 of 7, of zelfs 8, ik weet niet meer. In ieder geval, ik heb best wel veel laserbehandelingen gehad bij Number One Laserkliniek. Ik ben er super tevreden over, want ik krijg wel eens een DM van, ben je nog steeds tevreden? Ja, ik ben zeker tevreden. Ik weet van mijn lichaam dat ik never ever 100% helemaal haarvrij zou zijn. Volgens mij komt dat ook niet heel vaak voor. Ligt ook aan je hormonen en zo. Maar ik heb wel echt bijna 95% dat ik haarvrij ben. En omdat ik al heel lang niet heb gelezen, merk ik dat hier en daar een beetje haartjes terugkomen. En vandaar dat ik dus soms 1 of soms 2 keer in het jaar nog bijlezer. En ik onder deze video post ik een Instagram pagina van hun. En of we die pand in Rotterdam gaan nemen, weten we niet. Want ik ben heel erg aan het twijfelen. Want die andere pand waar wij al een oog op hebben, vind ik gewoon qua hoe die eruit ziet veel mooier en veel meer bij Mika passen. En je wordt, als je daar binnenkomt, word je echt zen. Terwijl bij deze, ja, dit is ook een hele mooie pand. Alleen het plafond en zo is heel donker. Dus dan moet ik dat weer wit gaan verven. Alleen qua locatie, hoe die staat, zeg maar, voor de levering van de vracht is het top. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit in een dilemma. Maar even straks goed met Sofie overleggen en kijken welke we gaan nemen. We gaan wel een van die twee nemen, 100%. En dat betekent dat ik al binnenkort opnieuw ga verhuizen met mijn bedrijf. Wel gelukkig gewoon in Rotterdam zelf. Maar ja, dat wordt wat. Dat wordt dat. En misschien ben ik in het buitenland. Nou, daar gaan we dan. Ik ga echt zo meteen vragen hoeveelste behandeling dit is. Ik ben echt benieuwd. Ik weet het zelf niet eens. En ik doe hier, by the way, bovenlip, benen, armen enzovoort. Nou jongens, we zijn bij Kouter aangekomen. De kids zijn gezellig aan het chillen. En K had een tijdje geleden een PR-pakket van mij, van Mika, ontvangen. Ik ga stuk. Het is wel grappig als je eigen vriendin ook nog een PR-pakket stuurt. Maar weet je wat ik nog grappig vind? Maak kennis met onze nieuwe mini-brush. Echt hè? Je kent hem al. Je kent hem al een jaar. Superleuk. Dit is wel leuk. Super schattig. Dit heeft Sofia gedaan. Ja, dit is heel mooi. Het is echt heel leuk. Daarom wilde ik er even een foto van maken. Maar niet in die doos. Ja, dat is een film. Ze hebben dat gedaan voor computer. Een hele goede avond. Ik leef vandaag op zondag. Ik ga straks uit eten met mijn vriendinnen in Amsterdam bij Nes Amsterdam. Ik heb er super veel zin in. Dit is, als het goed is, mijn laatste weekend hier in Nederland en Turkije, wilde ik zeggen. Volgend weekend ga ik terug. Ik was zojuist gehackt, tenminste niet zojuist. Ongeveer 6 uur geleden of 5 uur geleden was ik gehackt op Mieke Amsterdam. En
Ik kreeg gelijk een WhatsApp berichtje, want dat account was gekoppeld aan mijn 06 nummer. Dus zo is die hacker achter mijn 06 nummer gekomen. Tenminste, dat is waar ik vanuit ga. Kreeg ik gelijk een berichtje met, wil je je account terug? Dan moet je $500 betalen, nee, $400. En uiteindelijk had ik dat naar Mustafa gestuurd. En toen ging Mustafa met hem in discussie. En Mustafa reageerde best wel boos. En toen zei hij, omdat je zo doet, wordt het $500. En uiteindelijk ging hij terug naar $300. En ik heb tegen Mustafa gezegd van, nog niet betalen, ik ga er alles aan doen. Ik had online een post gepost van, wie kan mij daarbij helpen? Nou, toen kwamen heel veel mensen met opties. We hebben alles geprobeerd. En na 5 uur strijden heb ik mijn Instagram account van Mika terug. Oh my god, het was zo erg. Puur omdat ik denk, 2 jaar lang hebben we dit account. 2 jaar lang hebben wij een content daar gepost. Gewoon klanten, followers, alles opgebouwd. En in één klap wordt je account gehackt. Dat kwam doordat een collega van mij kreeg een bericht. Een e-mail met... je hebt iets gepost waar auteursrecht op zit en klik hier om te bekijken wat het is. En zij is daarop ingegaan, ze heeft erop geklikt en opnieuw ingelogd. En zo zijn wij gehackt, waren we gehackt. Maar ik heb mijn account terug, jongens. En dat was vooral door, op een gegeven moment moest je al die stappen volgen op Instagram. Dat je account gehackt is. En dan moest je een video plaatsen van je eigen gezicht. Om te bewijzen dat die account van jou was. En aangezien best wel veel foto's van mij met mijn gezicht op Mieke Amsterdam staan of video's, heb ik gewoon geluk gehad. En ze vragen ook of om een backup code. Maar we hadden de backup codes niet, maar nu hebben we ze wel. En ik heb mijn account terug. De naam was veranderd van het account. E-mailadres was veranderd van het account. Maar ik ben zo blij dat ik het terug heb. En ik had echt stress toen straks. Ik moest bijna huilen. Het klinkt heel raar, maar ik dacht bij mezelf, we hebben er zo hard voor gewerkt. En in één klap wordt het van je ontnomen. Maar ja, het is niet de ergste zaak van de wereld, maar alsnog, het raakt je wel. Ik ben echt blij. En ik heb net mijn haar gekruld, by the way. Met, tuurlijk, de Mika krultang 25 mm. En ik heb een halve hoge staart gedaan. Want ik krijg heel vaak een... Tenminste, heel vaak zeggen mensen tegen mij, Miek, je moet echt weer een halve hoge staart doen, want dat is echt Miek. Zo hebben we jou altijd gekend en ik heb nu een halve hoge staart. En ik denk, ja, het is toch wel weer leuk, want de laatste tijd heb ik best wel veel stijlhaar. Nou, dus dat. Ik ga lekker uit eten en neem ik jullie even gezellig mee naar Nes. Ik ben heel basic gekleed. Ik heb een body aan van de Zara, zwarte body. En een zwarte leren broek. En ik trek eronder mijn paradebroes aan. En ik heb trouwens een nieuwe jas van de Zara. Hij is echt super leuk. Die ga ik nu aantrekken. Hij is eigenlijk nog te dun voor het weer buiten. Maar ik denk, ja, we gaan toch gelijk naar binnen. En ik ga jullie zo meteen in de lift even laten zien hoe die jas eruit ziet. Nou, dit is dus de jas waar ik het over heb. Ik vind hem echt amazing. Ik vind hem zo leuk. Niet normaal. Een hele goede morgen. Vandaag is het maandag. Jongens, ik ben mijn halve staart proberen aan het fixen. Maar dat gaat een beetje moeizaam. Dit zijn nog mijn krullen van gisteren. Maar ik zou vandaag echt naar de kapper gaan. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Ik zou naar Elita gaan. Een beetje mijn uitgroei bij te werken. As you can see heb ik echt abnormale uitgroei. Ik vind dat de ene kant wel mooi. De andere kant vind ik het weer storend. Dus I don't know. Maar gisteren zijn we gezellig uit eten geweest bij Nes. Jongens, ik ben zo blij dat ik mijn Instagram terug heb. Echt niet normaal. Ik hoop echt dat jullie pagina echt heel goed gaan beschermen. En ik weet dat alsnog een hacker misschien zelfs doorheen kan komen. I don't know. Want ik heb nu ook best wel veel berichten gekregen met, kijk maar uit, want het kan je weer overkomen. Ik ben al 6 keer gehackt geweest. En weet ik het allemaal, is gewoon niet leuk. En ja, deze jongen, ik denk dat hij even niks te doen had. En dat hij zoiets had van,
Ik ga even mensen lastigvallen. Maar ja, baby. Kom eraan, wacht. Maar ja, ik heb nu een afspraak in Luttenberg. Bij een andere bedrijf voor de buitenkant van ons huis, voor de stenen. Josje heeft voor ons een super mooi design gemaakt voor de buitenkant van het huis. Ja, eigenlijk wil ik deze video nu afsluiten. Want ik heb zo meteen een afspraak. Ik ga daarheen en dan wil ik gelijk een nieuwe vlog beginnen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, abonneer. En wat ik ook echt jullie nogmaals wil vragen is... vergeet niet te doneren alsjeblieft. Help de slachtoffers in Turkije en Syrië. Vergeet ze niet. Neem ze mee in jullie gebeden. Want wat die mensen meemaken is abnormaal. En ik ben blij dat er heel veel hulp wordt gegeven. En dat heel de wereld mee heeft gedacht en meedenkt. Maar alsnog moeten we proberen om te blijven helpen. Dus doneer als je kunt doneren. En... ik zou zeggen, al is het 2 euro, 3 euro, het maakt helemaal niks uit. Want daarvoor kan je al heel veel water halen in Turkije. Thanks voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je nog niet bent geabonneerd. En thanks voor het kijken nogmaals. En ik zie jullie bij de volgende video. Bye bye.